Jongens, it's a wrap. Je kan het nog. We zijn helemaal vergeten om te zeggen dat... Wij vieren ook vakantie deze, toch? Dus er zijn positieve dingen gebeurd. Er zijn nog meer dingen die we anders vergeten en nog moeten zeggen. We zijn het een beetje verleerd, hè, jongens. Ik sowieso. We are wild and we're free, we have so much to do. Tell me your story and I'll share mine with you. Singing our songs until late in the night. While the bonfire lights up the sky. We're the wild ones tonight. Jongens, daar zijn we weer terug van weg geweest, helemaal in deze setting. We zijn het drietal. Het drietal is weer terug, back together. Ja, nog niet helemaal. Nee. De meest gestelde vraag van toen YouTube afleveringen en zo nog online kwamen was, hoe is het met Martijn? Hij zit weer naast ons, hoe is het met je? Ja, wel echt een stuk beter. Ik zit hier weer, dus dat is al heel wat. Ja, ik heb natuurlijk echt heel veel ups en downs gehad. En op momenten heb ik ook even gedacht dat ik weer op de goede weg was. Meerdere keren ook weer dat het kort daarna wel weer wat minder goed ging. Dus ik ben nog steeds een beetje huiverig om te zeggen, ik voel me weer fantastisch en ik ga er weer tegenaan. Maar ja, ik voel me goed genoeg om weer dingen te gaan oppakken. Nou, fijn. En dat is heel fijn. En ik besefte me vandaag dat het nu letterlijk een jaar geleden is. Dat precies een jaar. Echt? Het was 10 januari dat ik Willem opbelde van het grap. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben er gewoon even niet meer. Wow, dit is wel bijzonder. Het is best wel, ja, nou ja, het is gewoon precies een jaar geleden. Ja, nou dat is ook... Tijd voor een feestje. Ja. Er zijn een hoop vragen. Gesteld, maar er zijn ook, realiseren wij ons heel goed en ook dingen gebeurd. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar een crowdfunding gedaan. We hebben prachtige dingen daarvan gemaakt op het Wilde Pad. We hebben op een gegeven moment in het afgelopen jaar een best wel een heftige keuze moeten maken door het park in de verkoop te zetten. Wat mede kwam omdat Martijn zich gewoon niet fit genoeg voelde om nog mee te doen. We zijn wat positieve dingen gebeurd. Los van het feit dat Martijn zich weer goed voelt, of beter voelt, is er een partij op ons pad gekomen. Blijf nog heel even anoniem. Maar er zijn, wie dat is, deze partij op ons pad gekomen van net zo gedreven ondernemers als wij, die ons aan het helpen zijn. Dus om het weer op de rit te krijgen met elkaar. En dat haalt een beetje druk bij jou weg. En voor ons met de afstand. Ja, dus het is... Things are changing, maar dat betekent eigenlijk, in een hele positieve noot, we gaan nog helemaal niet weg. We gaan helemaal nergens heen. Hey. Behalve naar het Wilde Pad. Behalve naar het Wilde Pad. En hopelijk jij ook. En we wilden toch eigenlijk door middel van deze video even kort uitleg geven. Jongens, er gaan vanaf nu af aan weer vlogs komen waarin alles uitgelegd gaat worden. We gaan jullie echt meenemen ook aan een stukje verhaal wat misschien niet zo heel erg positief is. Van, we zijn 2 jaar aan het ondernemen. We zijn met z'n drieën een onderneming ingestapt waar we alle drie totaal geen ervaring in hadden. Behalve het social media stukje. En hij heeft wel wat ups en downs gekend. Nou, wij leren daar heel veel van en we vinden het heel leuk om jullie daarin mee te nemen. Dus ook, ja, bedenk het, wat er allemaal aan de achterkant van zo'n bedrijf gaande is. Daarin gaan we jullie meenemen. Dus ja. dat zijn veel... Ja, veel kijkjes in de keuken. Ja, en daarnaast, de partij die ons nu aan het helpen is, die laat ons ook een andere kijk op ons bedrijf, vooral kritisch laten kijken naar ons bedrijf. Die denken daar overal veel minder makkelijk over. Ja, en we hebben misschien wat keuzes gemaakt die in de tijd dat we ze maakten, dachten dat ze goed waren, maar sommige dingen moeten we ook gaan aanpassen. Dus we zullen ook wat moeilijke keuzes moeten gaan maken. Ja. En dingen die waar we goed in zijn, die nog meer versterken en uitvergroten. En op die manier willen we jullie daarin dat hele proces helemaal mee gaan nemen. Dus jullie weten nu van ons, we zijn er weer. Met z'n drieën. 2,5. Jongens, gelijk, laat me gewoon maar meteen beginnen. Vanaf volgende week een nieuwe vlog met het reilen en zeilen van het Wilde Pad. Houdoe. Houdoe. Vergeten
vergeten te zeggen dat de zomer ook nog te boeken is. Wij vieren ook vakantie deze, toch? Nou, dat is trouwens wel goed om te noemen. De zomer staat open, het is januari, daarin wordt vaak de zomer geboekt. En die hebben wij dus ook nu helemaal opengezet. Dus ja, en we gaan, ja, wij gaan volgende week ook 2 weekjes denk ik online gooien wanneer wij in ieder geval met het gezin ook op het Wilde Pad ook vakantie aan het vieren zijn. Ja. Ook een beetje werken. Maar wij vinden het namelijk zo leuk. We hebben ook Oud en Nieuw hebben we dit jaar gevierd op het Wilde Pad. Maar ook gewerkt en gevierd. Maar dat vonden we zo leuk. Dus ja. Er komen volgende week ook 2 weken online waarin Ras en ik met de kindjes op het Wilde Pad vakantie aan het vieren zijn. Dus als je het leuk vindt om met ons vakantie te vieren, moet je snel boeken. Want het loopt al aardig vol. Hebben we nog meer dingen die we anders vergeten en nog moeten zeggen? Want dan kunnen we anders...